hebben we wat gedronken. Ja, maar niet heel veel, toch? Laten we eerlijk wezen. Jij wel. Nee, gewoon, ja, maar goed, dat komt omdat jullie niet heel veel drinken en dan ja, blijft er heel veel over. En dan denk ik, ja, daar heeft toch een of andere Franse boer zich helemaal de pleuris voor gewerkt, voor dat flesje. Ik ga het gewoon opdrinken. Hey guys, good morning en welkom bij een nieuwe vlog. Ik moet even opschieten, want we gaan naar de musical, eindmusical van Bibi. Dus ik zie jullie zo. Ja, super. Het was echt heel goed. Ja, maar ik ben wel een beetje, I don't know. Ja. It's kind of hard. De laatste schooldag van Diepje op de basisschool. Ja, het gaat zo hard. Ja. We zeiden het, want Olly gaat natuurlijk naar dezelfde school als Bibi. Over 10 jaar Olly. Zo gek. Berg van gemaakt en daar was Noors nu al legendarische vraag: zijn dit de Pyreneeën? Pyramides, Pyreneeën, punt, bergen. Natuurlijk. En uiteraard heb ik gezegd: ja, dat klopt, dat is Pyreneeën 1 en dat is Pyreneeën 2. En samen ook wel bekend als de Pyreneeën. Toen vroeg Noor wel van, oh, dat is gek, ik dacht toch dat ze iets zuidelijker lagen. Ja, ik vond het wel gek. Toen moest ik daarna uitleggen dat het op zich een land doorkruisend van west naar oost zijn de bergrug is tussen Spanje en Frankrijk. Maar dat was bij mijn vrouw niet helemaal bekend. Nee. Maar toch heel slim. Maar dit soort dingen is toch, ja, dat is jou niet... Ik ben geografisch niet heel sterk aangelegd. Nee. En ik heb zo'n honger, ik wil zo graag bij de Mac eten. Maar dat mag niet. Sander zegt dat ik moet afvallen. Nee. Oh my god, nou, dat is totaal niet waar, maar... Tuurlijk is dat niet waar. Nee, we wilden eigenlijk gezonder eten, zoals jullie weten. En het verloopt nog niet echt heel succesvol. Maar wie weet ooit. Dus dat, wij gaan verder rijden en dan zien we jullie zo in Parijs. Wij zijn aangekomen in Parijs, in het hotel. En er is niks te zien, behalve nog een gang. Sander doet dit altijd als hij op de wc zit. Er is een klein bed en dat is onze kamer. That's it. Hou op. Ik ga even kijken of er een lekker chipje in de minibar zit. Of is er geen minibar? Of is er wel een minibar?
Of is er geen minibar? Er is wel chips. Ga je het klaarmaken? Ja, ik ga opschieten. Oké. Okay. Snel make-up opdoen en dan gaan we. Ik heb me snel omgekleed. Ik heb dit aan. De dresscode was look chic. Dus ik denk dat ik me er enigszins aan gehouden heb. En ik ben echt de helft van mijn make-up vergeten. En mijn lipstick, helemaal niks bij me. Maar ja, het is ook goed. Wij zijn aangekomen op de locatie. En ze hebben allemaal verschillende hotelkamers. En er moeten maar wat dingen. En dit is een badkamer die ze moest voor. Daar zijn ze jasjes, leren jasjes ook in de smijzen. Dus ik ga er eentje laten smijzen. En die leren jasjes krijgen we hier ook. Dus stop. Echt super cool. Hey iedereen, nou we zijn bij een feestje geweest van Zadek en Voltaire. Was het leuk? Dat was wel leuk, maar ik moet wel eerlijk zeggen, we moesten een trap op. En die was echt letterlijk 16 verdiepingen hoog. En toen waren we op een dakterras en dat was zo gezellig. Heel leuk. Heel leuk. Ja, heel leuk. En daarna hebben we wat gedronken. Ja, maar niet heel veel, toch? Laten we eerlijk weten. Jij wel. Nee, gewoon, ja, maar goed, dat komt omdat jullie niet heel veel drinken. En dan ja, blijft er heel veel over. En dan denk ik, ja, daar heeft toch een van de Franse boer zich helemaal de pleuris voor gewerkt. Voor dat flesje. Ik ga het gewoon opdrinken. Ik heb nooit iets van dat. Dus dat doe ik dan. Op dit moment rijden we door Parijs. Oh, sorry, yeah, I'll change it. Onze chauffeur is een beetje boos, want die weet niet waar we naartoe gaan. Ik kan jullie wel iets vertellen over de geschiedenis van Parijs. Maar niet nu, want dan komt er alleen maar onzin uit. Rechts van ons is de Seine. Ja. En de Queen of Jetlag zit niet op haar telefoon, zoals je ziet aan het blauwe licht dat in haar gezicht schijnt. Sorry, ik moest het adres van Uber veranderen, want naar de Eiffeltoren gaan. En zo is er elke dag weer een ander excuus. Dat de Eiffeltoren onzichtbaar is, hè? Om 00:30 's nachts. Hoezo? Je hebt toch lichtjes? Nee, schat, het stopt om half. Oh ja, je hebt gelijk. Oh, dan moet ik weer veranderen. Ja. Dat is wel echt een epic veel. Maar nee. Want helemaal niet belicht. Nee. Ging het toch nog eventjes? Praat ze nu om 2:30. Voordat we naar het hotel gingen, toch nog even kijken. Het lijkt een beetje een roze lucht, helemaal. Ja. Misschien kunnen we hem licht photoshoppen, de Eiffeltoren. Hij is helemaal donker. Misschien kunnen we de vogels erbij photoshoppen. Wow, dit is wel echt mooi. Dit is zo mooi, jongens. Ja, dit is wel heel mooi voor de foto. Kijk, hij is helemaal roze. Kijk dan. Wij zijn in het hotel en er kwam allemaal rare strepen over de camera heen. Door het licht. Het was heel gezellig. Het is nu 3:00. Het is wel laat. Ik dacht ik ga vannacht normaal slapen nu ik niet ontbroken word door baby Olivia. Het is uiteindelijk toch nog super laat geworden. Oh, de morgen heeft nog op. Oeh, sorry. Maar goed, ik ga lekker slapen. Ga je nou weg van de camera? Nee toch? En heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen gezellig weer.